Hele goedemorgen. Wij zijn ondertussen in Oldenzaal al een dikke 200 kilometer gereden vanaf de tender. Welkom bij weer een nieuwe video. Wij gaan de 15 lossen. Ze hebben er al 3 gelost. We gaan de 15 lossen. Ik mag even helpen op de pompwagen. Normaal gesproken word je gelost en geladen. Dus het is wel lekker dat ik even mag helpen. Dan gaan we meteen die leger weer ingooien en dan gaan we naar Almelo. En vanmiddag, jullie hebben het al in de thumbnail gezien en in de titel, ja, gaan we een dikke, dikke vloer leggen bij Special. Het is koud, het is 1 graden. Ik heb de deuren van de motorwagen opengezet, de deuren van de aanhangwagen. Buiten staan lege tanken, dus ik heb gevraagd, kunnen jullie die met de heftruck erin zetten? Dat was goed. Dus dat is mooi makkelijk, die worden dus ook geregeld. Aanhangwagen losgegooid, ik mag hem op deur 12 zetten. Nou, hoe toevallig. Ik moet oliehoren lossen bij Bolletje. Heb ik een Bolletje sok aan? Skitterend. Hierboven kan je al zien dat hij gelost wordt. Kijk, daar rijdt iemand van Bolletje. Dus die wagen wordt gelost. Zometeen die tank aan de buitenkant er weer in en dan zijn we klaar voor hier. Nou, die tanken die staan hier dus buiten. We werden binnen heel netjes gelost. Soms moet ik zelf los, soms word je gelost. Nou, vergeet het nummer op te schrijven. Nou, dan pak ik die zo meteen. Lullen en breien tegelijk. Ik schrijf nu de retournummers er alvast even op. Keurig, nog eentje. Toevallig, bij Bolletje rijd ik het terrein op, komt er een auto achter me aangereden, is iemand die mij herkent en die wil even op de foto. Hij staat hier naast mij. Maar wat nog toevalliger is, een docent heeft van het ROC, waar we nu naast staan, heeft een mailtje naar ons gestuurd, ik denk 2-3 weken geleden, met de vraag van, zou je een keer langs kunnen komen? In principe doen we dat eigenlijk niet, maar omdat het nu zo toevallig is dat hij heeft les van die leraar en wij zitten er 5 minuten vandaan, gaan we nu gewoon als verrassing daar naar binnen. Dus, nou, lachen. We gaan even naar binnen. Hartstikke mooi, juist. Zo lang geleden dat ik in school ben geweest, maar het ruikt gewoon nog steeds hetzelfde. Nou, al de mannen even mee naar buiten. Naar de wagen kijken, waarschijnlijk even een foto. Ja, super tof, we staan binnen. Zoals jullie kunnen zien, er wordt al hard gewerkt aan de auto. Wat gaat er allemaal gebeuren? Er komt een compleet leren vloer in. Lage stoelbokken en afwerkframepjes onder de stoelen met verlichting. Super dik. Ik ben ook echt... We kijken hoeveel werk er ook al in zit. De hele dashboard eronder vandaan. Ja, ik ben weer zo blij. Ik vind het zo mooi. We gaan zo meteen even de vloer kijken. En ja, stoelen, dus je ziet het, alles is eruit. Om vervolgens die vloer te kunnen leggen. Kijk, dit is een mooi voorbeeld. Ik krijg vaak de vraag of ik ook een open pijp op mijn auto kan. Nou, ik twijfelde nog tussen dit of origineel. Nou, ik heb hiervoor gekozen. Nee, het kan niet op mijn auto, helaas. Dan had ik het wel heel graag gewild. Tof, we staan hier op de eerste deur van Special. Mijn auto staat op de tweede deur, dan weten jullie ongeveer waar ik ben. Dit is waar alle projecten gebeuren. Ja, we kunnen het van een afstand een beetje filmen. Helaas niet aan de binnenkant, want dan verklappen we te veel voor de eigenaar. Stel dat het online komt, dan kunnen ze het daar al zien. Terwijl ze de auto zelf nog niet gezien hebben. Dus dat doen wij niet en dat willen wij ook niet. We mogen zometeen even boven kijken in de productie. Even kijken hoe sommige dingen gebeuren, bekleed worden. Dus dat is wel leuk om te laten zien. Dus daar gaan we zo over kijken.
laat hem nu los hoor, want ik krijg nou een stijve nek. Nee, ja, hier is dus mijn mat gemaakt, die ze er nu aan het inleggen zijn. Ik heb net gezien hoe dat werkt, het is echt heel bijzonder en knap. En ik doe het sowieso niet na, echt specialistisch werk. Super dik geworden, maar dat gaan jullie zo meteen allemaal zien. Nog even een knippie voor de kijkers thuis. Mooi geweest, ik voel me genaaid, ik ga er weer achter vandaan. Lekker hoor. Die van mij moet eigenlijk ook maar weer terug, hè, mijn auto. Gaat er niet meer af, hoor. Heerlijk, jongen, dit. Ik vind het zo goud, hè. Ik vind het zo mooi. Nou ja, laag stoelframetjes. Plus de box zelf, zeg maar, is laag. En de stoelframes zijn laag. Met licht. Ja, nou, je ziet het wel. Het heeft eigenlijk geen extra toevoeging nodig hoe het eruit ziet of dat het mooi is, maar dat is het sowieso. Kijk, en de vloer, dan gaan we naar de vloer. Ja, bizar, hele vloer. Want door die auto, we moeten gewoon even gaan kijken, kom. Het zit ook gewoon echt. Dit is fantastisch. Het zit ook gewoon heel anders, het is gewoon een hele andere auto. Oh, heerlijk, jongen. Kijk hem zitten. Koning te rijk gewoon, jongen. Het is gewoon een hele andere auto. Het is zo immens dik. Het is echt een aanrader. Als je nou wat wil doen in je auto en je wil het strakker hebben, in plaats van losse vloermatten, neem een hele vloer. Lekker, jongen. Ik heb er nog geen meter mee gereden. Maar ik kan nu al zien, het geeft een bepaalde rust. Echt, ik ben er zo blij mee. We gaan rijden, want ik ga ervan genieten. Heerlijk. Echt koning. Hoppa, we gaan er even een keer. Hij is leeg. We hadden vanmorgen een volle bak. Laatste drie pallets gelost in Lelystad. We gaan nu lekker de dijk over. Naar de tender. Containertjes lossen. En dan zijn we klaar. En hebben we een super dikke wagen. Ja, ik heb een heerlijke decemberdag gehad. Vanmorgen natuurlijk eerst even een leuk rondje. Volle auto. Daarna naar het ROC in Almelo. En daarna natuurlijk naar Special. Dikke vloer gelegd. Waanzinnig. Ik ben er zo blij mee. Maar dat is misschien wel duidelijk geworden vandaag. Nou ja, we sluiten af met een, net zoals vorig jaar, met een nummertje. En dan wens ik jullie alvast een gelukkig nieuwjaar, fijne feestdagen. En we zien elkaar volgend jaar. Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces.